Vanmorgen heel vroeg op pad met Frans voor opnames van Loe Deze keer niet in Elburg. We gingen naar Lelystad, naar het vliegveld toe. En bij me staat Wilfred Boerendans en hij is helikopterpiloot, maar hij woont ook in Elburg. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Wilfred, vertel eerst eens een beetje over jezelf. Ik ben Wilfred, ik ben 22 jaar. Inderdaad, woon ik in Elburg. Ik heb in 2009 ben ik begonnen met opleiding hier in Lelystad, waarbij ik 2012 mijn commerciële buffet haalde. En sindsdien vlieg ik hier uh, voor dit bedrijf commercieel. Wilfred, we staan nou naast jouw speelgoedje, zeg ik maar. En dan één ding wat me opvalt, is de eenvoud van jouw helikopter. Ja, of het zo eruit ziet, één Misschien ziet het er zo uit, maar dat is zeer ja, zeker niet. Uh, juist een heli is iets wat uh, ja, bestaat uit heel veel mechanische onderdelen. Maar ja, dat zit allemaal uh, onder de kap. Er zit veel meer mechanica onder dan dat een vliegtuig heeft. Kun je zeggen van, uh, dat het vliegen met een helikopter ook een soort virus is, dat je ermee besmet raakt en eigenlijk uh, ja, denkt van ja, dat heb ik wil ik doen en dat wil ik altijd blijven doen. Nou, het is inderdaad een virus, ja. Uh, zal je zelf ook een proefles uh, nemen, dan zal je zien dat je zegt van ik wil nog een keer vaker vliegen. En dat is met mij ook zo gebeurd. Ik heb een proefles gedaan en sindsdien ben ik er niet meer mee gestopt. Uh, je doet dit erbij, want je in het normale leven. Heeft Wilfred een ander beroep uh, om te zorgen dat zijn familie en gezin uh, brood op de plank heeft? Wat doe je in het normale leven? Ja, in het normale leven dan, uh, dan werk ik met de windenergie. Dan ben ik eigenlijk uh, servicemonteur bij een windmolenpark wat nu gebouwd wordt in het uh, IJsselmeer. Uh, wat moet je doen om je brevet geldig te houden? Ik kan me voorstellen, je, je hebt de opleiding voltooid en dan... Uh, Vijf jaar niet vliegen, dat kan niet. Nee, nee dat wordt hem zeer zeker niet. Uh, om privé te mogen vliegen, dan moet je zeker jaarlijks uh, een keer een examen afleggen. En commercieel vliegen bij een bedrijf, dan is het elk half jaar dat je een examen af moet leggen. Nu las ik uh, in, het, uh, in het plaatselijke regionale blad in Elburg, Huis- en Huiskrant, uh, dat je ook commerciële vluchten gaat maken richting Elburg, een soort stedentrip. Ik kan me voorstellen dat je daar wat meer over kwijt wil, maar misschien zitten daar ook wel je potentiële nieuwe klanten. Uh, ja, klopt. Uh, Elburg is natuurlijk een hele mooie stad, een vestingstad, oud stadje. En het heeft heel veel uh, te bieden, niet alleen in de stad, maar ook vooral van bovenaf. En de mensen die met me mee geweest zijn, die beamen dat ook. En dat is ook een beetje het idee dat ik het zo opgezet heb, om meer mensen zeg maar, die mogelijkheid te bieden. Heel veel mensen weten ook niet dat het zo op die manier mogelijk is. Uh, je hebt je brevet dat je mag uh, vliegen in die helikopter, maar ik kan me voorstellen dat je continu vaardigheden bij gaat leren en misschien ook wel voor het nachtvliegen bijzondere brevetten moet halen. Nou, ik heb wel een opleiding gedaan in uh, 2013: uh, dat ik dus wel mag nachtvliegen op helikopters. En dat is een bepaald type helikopter, die hebben we hier niet uh, in Nederland. Dit type helikopter mogen we ook niet op nachtvliegen, dus, dit doen we puur alleen tijdens daglichtperiodes, zoals het mooi heet. Er zijn een aantal soorten helikoptervluchten. nee, laat ik het anders zeggen. Er zijn een aantal verschillende helikopters. Je hebt dus helikopters die puur vliegen op de man en je hebt ook helikopters dat je eigenlijk op instrumenten vliegt. Heb ik het dan goed gezegd? Uh, bijna, ja. Je hebt eigenlijk het verschil met opzicht vliegen en op instrumenten. Het is dus opzicht en instrumenten. Uh, opzicht dat is even wat we vandaag zouden doen als het weer opknapt. Uh, dan kijk je veelal gewoon naar buiten toe en gebruik je de instrumenten als een referentie. Uh, het andere is het instrument vliegen. Dan gebruik je eigenlijk overzakelijk juist alleen maar de uh, instrumenten om op te vliegen. In combinatie met de luchtverkeersleiding. Ik zeg dat je ook een aantal brevetten hebt gehaald in Taiwan, klopt dat? Thailand. Thailand. Ja. ja, dat klopt inderdaad. Ik heb in 2014, begin 2014 ben ik in Thailand geweest. En heb ik daar drie maanden gevlogen, Onder andere op dit model helikopter, dat is ze daar ook. En een grotere helikopter. En wat ik net ook al zei, wat ik in Engeland gedaan had. Dat type helikopter heb ik daar ook gevlogen. Wat is je grootste wens? Wat je ooit nog een keer wil doen. Maar dan niet in die windenergie. Maar dan met die helikopter. Uh, nou in mijn vrije tijd zit ik ook bij de KNRM. Uh, als vrijwilliger. En het leuke vind ik daar dan wel: hè, dat het gewoon heel erg een voldoening geeft als je een medemens kunt helpen. Juist als ze in nood zijn. Zeg maar. En op die manier zie ik mij ook wel in het vliegen uh, eindigen. Iets met uh, search and rescue of uh, iets met trauma. Heli, maar ja, dan praat je over een heel eind verder. Maar dat zal voor mij wel een ultieme combinatie zijn. Ja. Nu las ik uh, over jou in de site, en, maar ook op, in de krant, dat je dus ook uh, een aantal vluchten doet. Commerciële vluchten. En dan is eigenlijk alles mogelijk. Uh, ik ga morgen opnieuw trouwen en dan kom jij me halen. Ja, als je opnieuw gaat trouwen, dan wel. Ja, voor de eerste keer niet. Nee, dat is een geintje. Nee, we doen inderdaad uh, doen we bruidsvluchten. Uh, dat we een koppel ergens oppikken of dat ze hier naartoe komen en dan naar de locatie uh, toevliegen. Alles is mogelijk. Uh, rondvluchten vanaf Lelystad doen we. En ja, dat varieert van 6 minuten tot ja, you name it. Ik bedoel, dat kan heel lang. Uh, inspectievluchten doen we. VIPvluchten doen we moet ik dan aan denken aan VIP-vluchten? Uh, bijvoorbeeld uh, directeuren, management die van A naar B wil, snel vervoerd wil worden. Dat zijn ook zaken die we doen. Wilfred, we zitten nu aan boord van jouw uh, helikopter en wat me dan opvalt van uh, ja, je verwacht je een heel mooi stuurwiel, maar uh, je hebt maar een heel klein knuppeltje waar je een beetje in en weer moet bewegen. Ja, dat klopt inderdaad. Dit, uh, zoals ze dat noemen uh, met een technisch woord, heet dat de cyclic. Of je nu links bent of rechts bent, dat maakt niet uit. Deze bedien je altijd met de rechterhand. En op het moment dat ik deze zeg maar, eigenlijk naar voren toe beweeg, dan gaat de heli eigenlijk naar voren hangen. beweging beweeg ik hem naar achter, gaat hij naar achter of naar links hellen of naar rechts hellen. Dat doe je eigenlijk met deze. Dat houdt dus in eigenlijk, dat je dus eigenlijk continu aan het uh, corrigeren bent als je in de lucht brengt? Ja, een helikopter is eigenlijk een soort van een speelbal zeg maar, waar jij bovenop staat. Uh, vooral in het begin als je begint met leren, uh, om te balanceren zeg maar. En nu denk ik helemaal niet meer na, ik moet iets naar links oh, Ik moet iets naar rechts, ik moet iets naar voren, en naar achteren. Maar je ziet dus inderdaad met het vliegen dat je dan eigenlijk continu een beetje aan het corrigeren bent. Dat doe je uiteindelijk automatisch. Voelen dat de mensen ook die achterin zitten? Nee, dat, dat beetje corrigeren, zeg maar, dat voelen we niet. En grovere inputs, hè, we gaan een rechte bocht in, dan geven we een grovere input. Uiteraard vernemen ze dat natuurlijk wel. Uh, je zegt, bij dit type helikopter vlieg je dus uh, op zich niet op instrumenten, maar je hebt toch een uh, heel arsenaal aan instrumenten bij je. Ja, dat klopt. Dit zijn toch wel redelijke basisinstrumenten die je er toch wel bij wilt hebben. Ja, je wil motorinformatie, uh, je wilt toch zien hoe snel ga ik, hoe hoog zit ik, uh, wat doet mijn heli, uh, je brandstof, hoeveel heb ik, uh, mijn accu, mijn temperaturen, uh, te communiceren met de, met, de, met de torens, de radio's, alles zit erop. Dat moet je wel bij hebben. Op welke hoogtes vlieg je normaal in deze helikopter en wat is normaal zo'n beetje de kruissnelheid? Uh, we vliegen normaal met een snelheid van 100 knopen, alles werkt in knopen. Is zo'n beetje 180 km per uur als je omrekenen naar km per uur. Qua hoogtes, dat werkt in voeten, dan moet je ook weer omrekenen naar meters. Buiten de bouwde komen ze een minimale hoogte van 500 voet, is ongeveer 150 meter. En boven de bebouwde komen ze een minimale hoogte van 1000 voet, zit je ongeveer op 300 meter. Uh, je had het gezegd van, uh, ik stuur altijd met mijn rechterhand, maar dan heb je ook nog een linkerhand en waarschijnlijk moet je je voet ook nog gebruiken. Ja, dat klopt. Het is allemaal een combinatie van, zeg maar. Uh, je voeten, als ik bijvoorbeeld hier zou hangen en ik trap mijn linkerpedalen eigenlijk in. Dan kun je zien dat het achter de staatroten beweegt. Als ik mijn linkpedaal intrap, dan gaat hij eigenlijk linksom de neus. En uiteraard trap ik rechts in, gaat hij naar rechts. Mijn linkerhand het lijkt een beetje op de vorm van een handrem. Het is ook een soort van uh, aan, ja, het Hetzelfde als op je brommer hebben, om het zo te zeggen. Uh, op het moment dat ik die eigenlijk omhoog werk, dan gaat ik de heli omhoog. Doet hij naar beneden, gaat de heli naar beneden. Dus bij een vlucht ben je eigenlijk continu bezig. En met je rechterhand, je wil de heli wil je hellen. Je wil hem omhoog hebben, dus dat doe je met je linkerhand. En eventueel wil je je neus bijsturen, dat doe je dus met je voeten. Maar één hand blijft altijd aan het sturen, dat is de rechter. Die kun je niet loslaten. Die laat je inderdaad niet los, want dan gebeuren hele rare dingen.